Wolfgang's versus Cooking on Three Burners. En This Girl, 9 over 8 op deze 2 juni. Een bijzondere goeiemorgen. Ja, het zou van de platen moeten komen, hoor, de zonnige sfeer. Want wat een vrij sombere dag. Wat zei Frank daar juist? Dat een maand hoeveelheden gevallen waren op één nacht. Ja. Crazy. Ik dacht even dat dat goed nieuws was, dat we er dan vanaf waren voor de rest van de maand. Maar is het helaas niet. Er komt nog wel wat regen aan de komende dagen. De voetbalbond zit financieel in slechte papieren. 4,5 miljoen euro verlies in 1,5 jaar, Bart zei het er net. En de Rode Duivel stelde een beetje teleur gisteravond. Nipt 1-1 thuis tegen Finland. Niet veel reden tot lachen dus, maar ze zullen wel moeten. Want straks om 10 uur wordt in Genk de officiële Rode Duivels foto gemaakt. We gaan eens voorzichtig polsen bij bondsvoorzitter François de Keersmaker hoe de sfeer daar op dit moment is. Zo na die wedstrijd zal er een avondje mineur geweest zijn. Oh, het is gelukt, Mark, dat gerinkel is gestopt. Maar waar heb ik mijn handbijen zelfs niet gelegd? Hallo, goedemorgen, meneer de Keersmaker. Hallo? Ah, nu heb ik zeker per ongeluk naar iemand gebeld. Nee, het is Maarten Dorte van Q-Music. Wij hebben u gebeld. Ah, ja, zeg het eens. Heb ik de prijs gewonnen? Of mag ik een leaker aanvragen? Nee, het is in verband met de oefenwedstrijd van gisteren, van de Rode Duivels. Oh, leuk. En waarom moeten die zoveel oefenen? Misschien moeten Mark eens wat spelers oproepen die het al wel kunnen, hè? Maar u heeft de wedstrijd niet gezien? Goh, ja, nee. Was dat tegen Argentinië of... Zuid-Korea natuurlijk. Nee, het was Finland. Ja, Friesland. Ja. Dat is een schoon land, hè. Maar ik was gisteren vooral bezig met de voorbereidingen. Ja, dat begrijp je wel. Ja, de voorbereidingen voor het vertrek naar het EK in Frankrijk. Ah, nee. De voorbereidingen voor het feestje van Vital Borkelmans, hè. Ah ja, assistent bondscoach. Ja, die was gisteren jarig. We hebben die nog gebeld. Zeg, dan moet het daar een stevig feestje geweest zijn, daar op het hotel in Genk. Ja, amai. Je moet dat hotel hier eens zien. Die reparaties, dat gaat ons nog een frankje kosten, hè. Gelukkig moet de voetbalbond niet aan de centen kijken, hè. Ah, voilà, Yves, de trainer is ook uit zijn bed gekropen. Yves, een momentje. Hallo, Mark Wilmots hier. Ja, meneer Wilmots, Q-Music hier. Zeg, we hebben gehoord dat jullie de verjaardag van Vital Borkemans toch stevig gevierd zouden hebben. Ja, die feest was heel goed. U weet, de bijnaam van Borkelmans vroeger, dat was het Brommerke. Ik zeg u, dat klopt nog altijd. Aan de bar, hij geeft volle gas. En jullie hadden waarschijnlijk nog wat dingen na te praten aan de wedstrijd tegen Finland. Hè? Die match is voorbij. We hebben afgesproken dat wij daar niks meer over zeggen. En niemand zegt mij iets. Ah, bon voilà, ça marche. Zeg, en hebben de spelers dan ook heel de nacht nog gefeest? Ik denk van wel, ja. Marouane Fellaini is ene tand kwijt. Er zat een tijger op zijn kamer. Bij Kevin De Bruyne lag een baby in zijn kasten. En Thibaut Courtois heeft nu een tatoeage van mijn gezichten op zijn poep. Oh, is dat een tatoeage? En ik daar maar tegen spreken, gans de avond, zeg. Dat klinkt daar als een heel goed feestje, ja. En is die tattoo dan goed gelukt? Ja, bon, het was de... Eerste keer dat Dries Mertens een tatoeage heeft gezet bij iemand, dus ça va. Maar ik heb nog een beetje pijn aan de kop, dus ik ga u laten. Oké, toch bedankt voor de tijd en succes met de training vandaag. Hè? Ik wil nog even iets zeggen. De training van vandaag is afgelast. In de plaats hebben wij voor Vital Borkelmans een champagne-arrangement besteld met nieuwe meisjes. Dat is het beste tegen de kater. Allez, salut! Oh my god, en dan nog die foto. Ja, wel een antwoord op gekregen op je vraag. Waar gaat al dat geld van de voetbalbond naartoe? Dat is wel waar. Allee, Run DMC in de ochtend. Walk this way.